Somebody. Oh, je haren van white. Hey schattie, lekker hey, schat. Doei doei. Yes! Goedemorgen jongens. Het is een nieuwe vlog trouwens. Welkom bij een nieuwe vlog. Vlog 2 van de skivakantie. We zitten nu op de helft. Ik ben even een oplader aan het zoeken. Kijk hier. We zitten op de helft van de skivakantie. En we gaan straks skiën en we gaan straks met mijn nichtje, neefje en mijn tante en oom. Die zitten hier ook. Dus we gaan straks gezellig met hun skiën. Dus dat eigenlijk. Ik zie er echt niet uit. Holy fuck. Ik heb nu... Kijk dit thermohoofd, zeg je. Knalroze shirt. Vandaag wordt ook weer lekker weer, dus dat is echt top. Gisteren was het dat ook en nou, dat is echt zoveel beter dan het sneeuw en weet ik het allemaal. Ik ga hem even klaarmaken en dan gaan we weer de berg op. Oh, je haren van white. Oh, en dan hebben we die andere makker. Hey, schattie. Lekker hey, schat. Ga maar knuffelen, schat. Nee, schattie. Hallo. Ga lekker naar bedje doen. Slappie doen. Good morning. De ene laatste dag ski. Heb je er zin in, mama? Zeker. Vandaag is het trouwens echt heel erg warm. Dus ik heb voor het eerst geen thermolegging onder mijn skibroek aan. Ik vertrouw maar op mama. Lekker schat. Het is dus de laatste dag vandaag. Het was alleen niet echt een lekkere skidag, want het was best wel bewolkt. En heel mistig boven, dus dat was een beetje jammer. Maar we hebben de skis teruggebracht en zo. En we gaan nu eten. Even lunchen. Dan nog de laatste keer op de skiën en dan slapen. En morgen gaan we vroeg. Nou, valt wel mee. Niet heel vroeg toch, mam? Om 10 uur of zo gaan we rijden morgen naar huis. Ja, dat is dat. Let's go. Dit is het nieuwe mode, mam. Zo, die broer. Oh, knap. Nou, goed klissen, hè? Wat is klissen? Eten? Ik weet niet waar ik zin in heb. Shotsy! Oude bad. Ja, iedereen zei, waar is Jerry? Waar is Jerry? Bro, ik heb geen energie, man, brada. Ik zei, die zit al 3 jaar in de sauna. Ben je echt in de sauna geweest? Nee, tuurlijk niet. Ik ben gewoon 0 keer in de sauna geweest. Vroeger, oh, die muziek kan ik oprecht hard in Italië niet meer aanhouden. En ik zei ook tegen die meiden, volgens mij doen ze dus elke avond hetzelfde afleiding en dezelfde volgorde. Oprecht. Op een gegeven moment begon ik ze ook een beetje te herkennen. Gewoon dezelfde volgorde zelfs. Ja. Maar ja. Normaal is het niet eentje, ja.
Nou, dinner, een kassa. Nee, we maken een tonijnsalade. Dit hebben we van de week ook gegeten als lunch met lekker geroosterd broodje. Was super. Kolo, lekker. Dus tonijn, dan gaat een uitje doorheen, een appeltje. Ja, dat? En mayo. Oh, en mayo. 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 Een eitje kan je er dan bij doen. Nou, we hebben nog noedels, joh. Wij doen het wel, hoor. Iedereen heeft eten voor 300 euro. Ons geld is niet. Op, hoor. Ons geld is op. Blut, doei, doei. Het is 21:15. Ik ben echt helemaal kapot. Echt helemaal kapot. Dus ik ga straks gewoon lekker slapen. En morgen rijden we natuurlijk de hele dag naar huis. Het zal vast druk zijn op de weg. Dus waar gaat iedereen terugrijden? Ja, dan is zondag mijn jarig. Superleuk. Jongens, slaap lekker. Oh, wat zie ik er ook uit. Doei. Morning. Het is vandaag zaterdag. We gaan vandaag weer terugrijden. We gaan in één keer naar huis rijden. Fucking vroeg. 8:00. Het valt wel mee eigenlijk. Het is prima tijd om te rijden. Maar het is wel vroeg in de ochtend. Ja, alles staat wel klaar zo'n beetje. Dat gaan we nu even naar de auto brengen. Auto inpakken en dan rijden op een hele lange dag. Goed. Het is voor een goed doel, want we komen thuis. Nou jongens, we hebben lang gewacht, maar we zitten bij een restaurant. Superleuk restaurant. Dat werd uit. En we hebben het eten. We delen twee pizza's, maar het is echt een super grote pizza. Yes. Kijk jongens, we zijn thuis. Dit is echt het allerfijnste ooit. Lekker naar mijn eigen bed. Dan ga ik lekker met tanden poetsen en slapen na echt. Goedemorgen jongens, het is vandaag zondag en ik ben wakker geworden, weer lekker thuis. En vandaag is mijn terusjaren. Fucking leuk, ik heb net even gedoucht en mijn haar gewassen. Oh my god, nee. Kijk hoe leuk, ik heb een fotoboek laten maken. En op het einde staan ze of ze mee gaan naar Parijs. Dat is mijn bedoeling. Oh my god, het is zo leuk. En dan staat dit dus op de achterkant. De beste vriendin van mijn moeder heeft dus alles versierd toen we op vakantie waren. Alle ballonnen. Deze vlaggen echt super lief. En we gaan nu even naar de supermarkt. Ja, voor wat eigenlijk? Voor een frisdrank of zo? Dat soort dingen. Birthday girl. Jee, dag. Hoe voelt dat dan? 21, dag 1. Oh. Echt slecht. Oud. Ja. Erg oud. Ik zie en trouwens jongens, ik kreeg ook heel veel vragen waarom meiden nou nu weer terug was en zo. Want ze doet natuurlijk stage nu 10 weken in Malaga. Maar we gingen natuurlijk op skivakantie. Dus daarvoor kwam ze een weekje terug. En dan is ze vandaag ook nog thuis met de verjaardag. En dan vliegt ze morgen weer naar Spanje. Dus dan gaat ze weer verder met haar stage. Ik heb deze vlaggen trouwens nog helemaal niet gezien. Zelfs in de keuken. Nou, lekker makkelijk. Nou. Lukt het? Gaat jarig zijn. Laat ze inkopen. Kijk, deze heb je van Bureau Maxi gehad. Ja, wat leuk. Ik denk dat je hem even zo uit moet schuiven. Wat leuk. Oh my god. Leuk, hè? Heel leuk. Geweldig. Ja, geweldig. Is echt mooi. Heel leuk. En het is een heel bijzonder cadeau. Ik heb er heel veel bijzonder al gehad. Dus dit is een sieraad voor jou. En het is gemaakt uit de trouwring van opa. Ah. Ja. Dus maak maar open en dan snap je denk ik ook wel wat. Dan vertel ik het later ook wel verder. Dus er zit een stukje van opa's trouwring in? Ja. De bedeltjes zijn gemaakt van opa's trouwring. Oh, dan moet ik huilen. Heel mooi. Met die sterrenlaantje. Ja. En die ster staat voor papa. En daarin zit een heel klein steentje. En dat is je geboortesteentje. Dat is een aquamarijn. Dat hoort bij je geboortemaand. Maar hoe hebben ze dat uit je trouwring gehaald dan? Ja. Dan smelten ze het, hè? Ja. En waar is je trouwring nu dan? Oh, bij een nieuwe geboorte. Ja. Maar opa, hij moet nog iets vertellen. Niet normaal. Echt zo leuk. Echt niet normaal leuk. Oké, nou, je moet maar kijken, maar op het einde staat mijn echte cadeau. Ja, je moet even kijken. Wat leuk! Oh my god! Wat leuk dat je dit helemaal hebt gedaan. Zo leuk. Ook echt om terug te kijken. Oh my god. Oh, geweldig. We gaan samen naar Parijs! Yeah!
heb nu de tussenuren. Super chill. Dus ik ben even thuis. Maar dit was de vlog alweer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En later!